Het is 10 mei 1940. Duitsland valt aan met vliegtuigen, tanks en allerlei andere voertuigen. In 5 dagen wordt Nederland onder de voet gelopen. Koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland, net als de ministers van haar regering. Die ministers vinden eigenlijk dat de koningin nog veel verder weg moet vluchten, naar Nederlands-Indië. Dat is ook deel van het Nederlandse koninkrijk, aan de andere kant van de aarde. Maar Wilhelmina wil niet. Ze vindt het klimaat er verschrikkelijk. Ze houdt niet van hitte. Een paar honderdduizend Nederlanders wonen er wel. Ze vinden het er heerlijk, al eeuwen. Hun voorouders hebben er een kolonie van gemaakt. Een stuk Nederland in de tropen. Het is een prachtig land. Het is er vredig en de meesten hebben het er heel goed. De Nederlanders daar hebben er goede banen, meer dan genoeg geld en mooie huizen. Ze hebben er vaak ook bedienden. Dat zijn de Indonesiërs die de was doen, koken, schoonmaken en als het nodig is op de kinderen passen. Maar dat prachtige leven wordt bedreigd, want ook in Nederlands-Indië begint de oorlog door te dringen. Daar is het niet Duitsland dat zijn gebied wil uitbreiden ten koste van de buurlanden, maar Japan. De leiders van Japan vinden hun land te klein. Zij willen de baas worden in heel Azië en daarom de blanke overheersers uit Azië verdrijven. En dus ook de Nederlanders uit Indië. Op 7 december 1941 valt Japan aan. Vliegtuigen en onderzeeërs vernietigen de Amerikaanse vloot die midden in de Stille Zuidzee in een haven ligt in Pearl Harbor. Amerika verklaart Japan de oorlog en Nederland doet mee. Binnen 3 maanden naderen de Japanners Nederlands-Indië. De geallieerde vloot onder leiding van Karel Doorman probeert de Japanse schepen tegen te houden in de Javazee. Ik val aan, volg mij, roept Karel Doorman. Maar het wordt een ramp. Meer dan 900 Nederlandse marinemensen verdwijnen in de golven. En Japan kan Nederlands-Indië nu voluit aanvallen. Het Nederlands-Indische leger biedt bijna geen weerstand. De Japanners zijn er binnen een paar dagen de baas. Voor de Nederlanders breekt in dat prachtige Indië een verschrikkelijk moeilijke tijd aan. De mannen worden in kampen opgesloten. De meesten moeten dwangarbeid doen. Ze moeten spoorwegen aanleggen door het oerwoud. Ze krijgen bijna niets te eten en ze sterven bij duizenden. De vrouwen en de kinderen komen ook in kampen, waar ze niet uit mogen en ook veel te weinig te eten krijgen. Er zijn bijna geen dokters en helemaal geen medicijnen. En daardoor gaan veel vrouwen en kinderen dood. Jongens moeten bij hun moeder weg als ze 10 zijn. Dan komen ze in jongens- en mannenkampen terecht, waar ze het heel erg moeilijk hebben. Het is ook een zware tijd voor de Indonesiërs. Zij gaan er onder de Japanners op achteruit. Ze moeten heel hard werken. En door hongersnood sterven duizenden mensen. De leiders van de Indonesiërs proberen van de komst van de Japanners gebruik te maken om de baas in hun eigen land te worden. Van de Nederlanders kregen ze daar weinig kans voor. Bij de Japanners lukt dat beter. In 1944 beloven de Japanners dat de Indonesiërs binnen een paar jaar hun eigen land mogen gaan besturen. Maar zover is het nog niet. Eerst volgen er in Azië nog hevige gevechten. Het Amerikaanse leger probeert de Japanners weer terug te drijven in hun eigen land. Eiland voor eiland veroveren ze en ze gooien bommen op de Japanse steden. De Japanners geven zich pas gewonnen in augustus 1945, als de Amerikanen op 2 Japanse steden atoombommen gooien, op Hiroshima en op Nagasaki. Daarbij vallen honderdduizenden doden. Japan geeft de strijd op en trekt zich terug. Maar dat betekent niet dat het in Nederlands-Indië weer rustig is. Van een feestelijke bevrijding aan het eind van de oorlog, zoals in Nederland, is geen sprake. De meeste Indonesiërs hadden al genoeg van de Nederlanders. Ze willen baas in eigen land worden. En ze willen zeker niet dat de Nederlanders weer terugkomen. Er breekt een zeer gewelddadige tijd aan in Indonesië. Een revolutie, waarbij niemand zijn leven zeker is. Ook de Nederlanders niet.
Nederland stuurt er vanaf 1946 soldaten naartoe om de rust terug te brengen. En eigenlijk ook om weer de macht te krijgen over de bedrijven in het land. Vooral de bedrijven die olie, rubber, koffie, thee en katoen produceren. Even lijkt het erop dat Indonesië en Nederland een oplossing bereiken. Maar in 1947 gaat het fout en komt er een nieuwe oorlog. Nu tussen de Indonesiërs die hun eigen land willen besturen en Nederland dat zich niet laat wegjagen. Het duurt tot eind 1949 voor die oorlog is afgelopen. Nederland moet zich terugtrekken. De meeste Nederlanders gaan per schip terug naar het vaderland waar velen nog nooit geweest zijn. En de Indonesiërs kunnen proberen hun eigen land op te bouwen. Het is dan feest voor veel Indonesiërs. En veel Nederlanders zijn treurig. Want ondanks alle ellende zijn ze veel gaan houden van Indië. Dat voor hen een paradijs was om te wonen.